mensen, top die jullie weer kijken. Ja, dat is nou een implosie. We hebben allemaal het nieuws gezien. De Titan duikboot geïmplodeerd. Ja, ik vind het natuurlijk een interessant onderwerp. Ik heb zelf bij een duikbootbouwer gewerkt. Ik ben die nieuwsartikel aan het lezen geweest. En het is mij wel duidelijk dat een heleboel mensen niet precies weten wat nou eigenlijk een implosie is. En hoe dat nou gaat. Dus ik dacht, laten we daar eens even een kort videootje aan wijden. En we hebben hier zijn we een experimentje aan het klaarleggen. Eigenlijk is gewoon een tuinslang met een manometer erin. Het leek me verstandig om eerst te laten zien ook wat nou eigenlijk waterdruk is als je dieper onder water gaat. Ja, eigenlijk per 10 meter dat je onder water gaat, komt er een bar druk bij. Dus dat is best wel behoorlijk eigenlijk. Vooral als je nagaat dat die duikboot ging naar 3800 meter. Reken maar uit, 10 meter, dus 380 bar buitendruk. Dus dat is echt wel behoorlijk. 1 bar. Dat is eigenlijk 1 kilo per vierkante centimeter oppervlakte, hè? Want dat is hoe druk werkt. Die druk, als je die wil gaan omrekenen naar een kracht, dan pak je eigenlijk het oppervlak waar die druk op werkt. En laten we zeggen, je hebt een oppervlakte van 100 vierkante centimeter, hè? Dan heb je een plaatje van 10 bij 10. Laten we zeggen, dat drukt 10 bar op. Nou, reken maar uit hoeveel kracht dat dan is. Dus op een plaatje van zo, waar dus 10 bar op drukt, 10 keer 100... Dat is al 1000 kilo. Hè? Dus als je zo'n plaatje hebt waar 10 bar op drukt, dat is al 1000 kilo. Dan kan je nagaan als dat 380 bar is dan. Hè? Hey. Dat is niet normaal dan. Hè? Reken dat maar eens uit. Vloeistofkolom en druk. We hebben echt een super simpel experimentje hier. We hebben een hoogwerker. Fijn. Dan kunnen we een vloeistofkolom maken. We hebben hier een tuinslang. Die gaan we daar vullen met water. Je ziet, hier is een manometer. Dus wat ik kijk wil doen is de lucht er allemaal uit doen en dan vervolgens met de hoogwerker het uiteinde van de tuinslang omhoog nemen. En als het goed is dan zou we moeten kunnen zien dat hij hier dadelijk ongeveer naar 1 bar zou gaan. Want ja, 10 meter is het hoogste dat hij kan, dus 10 meter waterkolom, dat is dus 1 bar. Ja. Oké, laat hem vullen. Dat kan gewoon zo natuurlijk. Hè? Ja, het gaat trouwens wel. Oké, we gaan een vloeistofkolom maken. Nou. Zo. Ja, nou zit. Ja, we hebben de 1 bar aangetikt. Ja? Ja. Nou, zie je? 10 meter waterkolom. We gaan hem openmaken. Ik ga hem openmaken, dat vind ik leuk. Ja, doe maar. Hier. Hier, goed dan. Zal ik naar beneden komen dan? Dan zie je dat het leuk als weg gaat. Ja. Dat is top. Laat het niet mee te gaan. Oh, dat komt nog leuk. Dat is leuk voor jezelf. Ja. Ja, hij is ook leeg. Dit is leeg nou. Oké, dan gaan we verder met ons experiment. Ja, we hebben net dus allemaal gezien dat die waterkolom dat voor een bepaalde druk zorgt. Nou, eigenlijk een duikboot die omlaag gaat, die wordt steeds harder in elkaar gedrukt eigenlijk door die waterdruk natuurlijk. Het hele idee van een duikboot is natuurlijk dat je aan de binnenkant van de duikboot gewoon een normale druk hebt, net als hier. De buitendruk hier is 1 bar. Dus op het moment dat jij met je boot naar beneden gaat, die verschildruk die wordt steeds groter. Binnen in die boot blijft nog steeds 1 bar. Die buitendruk die loopt op. Dus als je dan naar beneden gaat, dan kun je gewoon up naar beneden en weer naar boven. Dat maakt niet uit. Die druk in het ding blijft hetzelfde. Dan komt er dat die duikboot een drukvat heeft. Waar dus de mensen in zitten. Waar ook de apparatuur in zit. En de drukvat die moet dus een bepaalde kracht kunnen weerstaan. We hebben hier niet de mogelijkheid om een buitendruk te creëren van 380 bar. Maar wat we wel kunnen doen is een onderdruk creëren in dit vat. We hebben dus net verteld dat buitendruk is 1 bar. We kunnen een onderdruk creëren, 0 bar, dat is absoluut vacuüm, dat halen we niet. Maar we kunnen dus wel een verschil druk halen van, wat zou het zijn? Ja, dat is moeilijk in te schatten, maar in ieder geval geen 1 bar, dat halen we niet. Dus dadelijk, wat je dadelijk gaat zien, dat is dus het gevolg van een verschildruk van minder dan 1 bar. Dus kun je nagaan wat dat kan doen als dat vele malen hoger is nog. Nou, hoe gaan we dat nou doen? We gaan hier wat water in doen. Dan gaan we het water aan de kook brengen. Want waterdamp dat expandeert verschrikkelijk.
Dus dit vat zit straks vol met waterdamp. Daarna dan gaan wij hem dicht doen. En op dat moment begint dus die waterdamp begint af te koelen en die krimpt weer in. Waardoor wij dus een onderdruk krijgen in het vat. Want er kan geen lucht meer in. Dus wat er dan gebeurt, is dat eigenlijk het vat moet dus die kracht van de buitendruk eigenlijk tegenhouden. Net zoals dat een duikboot dat zou doen onder water. De vat is zomaar blik. Is niet heel sterk, dus die kan er niet. Dus dan krijgen we dadelijk een implosie. Dus dan wordt hij eigenlijk door de buitendruk wordt die in één keer plat geslagen. Dat gaat eigenlijk niet geleidelijk, normaal gesproken. En dat komt omdat hij door die ronde vorm. Dat is bij een drukvat van een duikboot in de regel ook. Er zijn ook die bodems zijn ook nog bol. Dat is eigenlijk gedaan omdat daar de meest ideale vorm is om zo'n druk te kunnen weerstaan. Kijk, op het moment dat jij een vlakke plaat hebt, kun je hier ook al zien, die kan ik eigenlijk zo al heel makkelijk indrukken. En bij een bolle vorm is daar veel minder. Die is veel sterker, omdat die kracht veel beter wordt ingeleid. Dus die kan eigenlijk heel veel spanning kan die eigenlijk vol vasthouden. Maar het probleem is wel, op het moment dat die dus een beetje begint te verzwakken, dat er ergens een knikje komt, dan is heel die spanning er in één keer uit. Dus dan krijg je echt zo'n knik en plats, dus in één keer plat. Dus dat gaan we dadelijk proberen te simuleren. Huh? Water erin, dat gaan we koken. We hebben zo'n 10 liter water erin zitten. Dat gaan we nou aan de kook brengen. Dat is nou een implosie. Dan hoort het inderdaad nog koken, ja. Ja, je ziet hoe snel dat gaat, hè. Je hoorde net al, terwijl ik hem aan het koelen was, hoor je al zo plonk, plonk, plonk. Dit is zich een beetje aan het zetten, was tegen de druk. En dan is het in één keer, ja, vats. En dan wordt hij in één keer helemaal plat geslagen. Het water is nog steeds aan het koken aan de binnenkant. Hè? Maar dan moet je wel even rekening mee houden dat dit dus een verschildruk is van minder dan 1 bar. En dat zo'n duikboot inderdaad dus op 3800 meter dus een verschildruk heeft van 379 bar. Want binnen in de boot is het ook 1 bar natuurlijk wel. Hè? Nou. Nog even een kleine disclaimer. Als je dit nou thuis gaat nadoen, let even heel goed op. Als je natuurlijk zo'n vat gaat verwarmen,
kunnen natuurlijk restanten van brandstoffen in zitten bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk niet ideaal als je dat gaat verwarmen. Dan heb je kans op een explosie. Wanneer je ook kans hebt op een explosie natuurlijk, is als je hem aan de kook brengt met die doppen erop. Dat zou ik dus absoluut niet doen, want dat is echt levensgevaarlijk. Dat gaat natuurlijk nog veel harder dan dit. Ook het nadeel van een explosie is dus dat de onderdelen naar buiten wegspatten in plaats van dat ze naar binnen gaan, net als nu. Dus dat is heel gevaarlijk, dus doe dat vooral niet. Ziet er niet best uit. Ja, hoe kan je nou voorkomen dat je duikboot er zo uit komt te zien? Nou ja, allereerst natuurlijk moet die goed geëngineerd zijn, doorgerekend en ook getest. Getest? Ja, ze kunnen namelijk duikboten testen, de drukvaten. Er is in Aberdeen bijvoorbeeld, daar is een heel groot drukvat. Daar kunnen ze de duikboot inzetten, of tenminste de belangrijke delen. Hè, dus het deel waar de mensen in komen, de drukvaten waar de apparatuur in komt. Die zetten ze daarin, daar vullen ze met water, brengen ze helemaal op druk. En met ook een veiligheidsfactor erop. En dan kun je dus zien of dat jouw berekeningen kloppen. Ja, en verder is het natuurlijk ook belangrijk, elke keer als een duikboot dus naar een flinke diepte gaat, wordt de drukvat in elkaar gedrukt en daarna dan zet hij weer uit. Dus ja, we hebben ook nog te maken met vermoeiing. Nou zijn die stalen drukvaten, die zijn eigenlijk zo uitgerekend dat daar geen probleem mag zijn. Maar ja, als je andere materialen hebt waar we minder van weten, dan is dat natuurlijk wel een risico. Dus, oké. Okay. Nou, hey, ik hoop dat het zo een beetje meer duidelijk is. Dus ik zou zeggen, mensen, bedankt voor het kijken naar deze video en tot de volgende.